Twee jaar geleden sprak ik met Marcel Wendt van DigiDentity en die heeft mij toen uitgelegd hoe het Digital Identity Framework in Nederland werkte, want daar snapte ik echt niks van. Dat was 25 minuten durend video, het is heel veel bekeken, want mensen wilden dat weten. Nou, twee jaar later, tijd voor een update. Er is wat gebeurd. A, DigiDentity, Marcel, wat is daarmee gebeurd? Er is heel veel mee gebeurd. We zijn denk ik in die tussentijd van 30 naar 80 man gegroeid. We zijn nog steeds op zoek naar 20 nieuwe collega's. Dus het gaat heel hard. Maar niet voor de Nederlandse markt. Nee. Die is in slaap gevallen, dus we doen het met name in het buitenland. Ja, en je bent ook gewoon, je hebt het bedrijf verkocht, hè? En wie heb je het bedrijf aan Solera. Een bedrijf gevestigd in 90 landen. En ja, daar zijn we echt een onderdeel van de innovatieve tak. Het is een aparte tak binnen het bedrijf die zichzelf probeert te disrupten. Ja. Dus voordat iemand anders het doet, gaan ze het zelf doen. 6.500 mensen en ze werken vooral voor automotive verzekeraars. Hoe kom je nou in godsnaam bij zo'n bedrijf terecht, Marcel? Bij automotive verzekeraars identiteitsdiensten. Dat is toch een heel klein stukje van die markt. En jij was een beetje een denker die het voor de hele wereld regelde. Ja, maar de iedereen heeft een auto, dus dat is een hele grote markt. We gaan naar autonomous driving, dus dan willen de verzekeraars zeker weten wie er achter het stuur zit. Al die data die ze hebben, dat is eigenlijk 100% geschikt voor blockchain technology. Dus innovatie, heel veel mogelijkheden. Nou nee, ik denk niet dat je gaat vervelen. Oké, in deze update wil ik even praten over het Nederlandse stelsel. En hoe het ervoor staat op dit ogenblik. En wat jij zei, die markt is in slaap gevallen. En dan ga ik in een apart filmpje ga ik even praten over Solera. En hoe jullie ook internationaal bezig zijn. Want een heleboel van jullie werk wordt wel gewaardeerd in Engeland en Frankrijk en Duitsland en dat soort zaken. Dus oké, twee jaar geleden hadden we een mooi perspectief. We hadden Idensis, we hadden e-herkenning. Dat was in het bedrijfsleven werd dat gebruikt. We hadden DigiD en we hadden Idensis en we hadden IDIN die eraan kwam. En dat was een hele spannende markt, ging hartstikke snel, er kwam een Europese richtlijn aan. Nou, 2,5 jaar later, waar staan we, Marcel? Hoe gaat het met het Nederlandse digitale identity landschap? Triest. Door een hoop wisselingen binnen binnenlandse zaken is er eigenlijk twee jaar helemaal niks gebeurd. Sterker nog, het is meer afgebroken. Dus 9 jaar geleden zijn we met e-herkenning begonnen. Dat werd in het buitenland erg gewaardeerd. Dus dat framework is gekopieerd door inmiddels heel veel landen. Engeland, Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Australië, Amerika. Ja, en jij doet ook allemaal dienstverlening doet in die landen. Mee. Hè? Dus jij doet ook dienstverlening in die landen. Als je kijkt, want wat in Nederland dus niet gebeurt in Engeland, wat gebeurt daar op dit ogenblik? Daar is dus een nieuwe, daar is wel een digitale identiteitsdienst. Hoe heet die? Ja, dat is GovUK Verifier. En die wordt heel erg naar gekeken als het nieuwe manier van authenticeren binnen voor overheidsidentiteiten. Omdat ze een framework hebben waar 5 identity providers. Dus de burger heeft zelf de keuze. Wie is het meest innovatief? Wie heeft het beste product? Echt keuzevrijheid voor de burger. Ja, maar dat is gewoon Idensis natuurlijk. Dat is gewoon Idensis eigenlijk. Het idee van meerdere digitale providers in de seconde kiezen. En daar zit een bank bij, hè? Barclays geloof ik. Wie nog meer? Ja, Barclays, de Post Office, Experian, Morpho. Maar dat heet dan Secure Identity van Morpho. Ja. En wij. En DigiDentity. Of ja, jullie heten dus nu, heet u nog DigiDentity of heet je nu gewoon Solera? Ja. He? Nee, we heten gewoon DigiDentity. Okay, we blijven gewoon DigiDentity heten. Ja. En jij doet daar, voor die overheid doe je dus gewoon een serieuze, zeg maar, een high level verificatie, hè? Ja, je hebt op Europees niveau 3 niveaus. Mm-hmm. Laag, substantieel en hoog. En we doen daar laag en substantieel. Ja. Maar we kunnen ook hoog leveren. Dat leverde we in Nederland. Maar dat is tijdelijk, de pilots zijn stopgezet in Nederland. Ja, oké. Maar dat doe je dus. Maar dat ter vergelijking, Nederlands DigiD is niveau laag. Uiteraard. Dat is ook echt gewoon van, dat is natuurlijk ook heel erg laag. Dat is gewoon een briefje in de brievenbus en dan kun je heel makkelijk gaan aan alle kanten kopiëren. Oké. Dus goed, dat is eigenlijk is Engeland nu het mooiste systeem van ook wel inspiratie van Nederland, maar dat wordt nu gewoon geïmplementeerd. En je zegt ook van dat kost een paar tientjes om iemand te hoogwaardig te, zeg maar, die identificatie te doen. En waarom doet die overheid, want die overheid betaalt alles, hè, in Engeland?
Dus die, ja, al die, de overheid al die verschillende, betaald. Ja, al die providers worden betaald door de overheid. Waarom doet die overheid dat? Ze besparen 1,7 miljard pond op jaarbasis aan fraude. Het maakt de systemen natuurlijk een stuk efficiënter. Geen papier, ze hebben digital by default. Dus ja, ze besparen aan alle kanten. Maar alleen al fraude is al 1,7 miljard. Ja, en, dus, en ze hebben nu 5 miljoen mensen die het nu, zeg maar, die dus nu zo'n substantiële identificatie hebben. Dus dat begint 10% van de bevolking te worden en dat groeit snel. Van hoe snel groeit dat? Afgelopen januari groeiden we met ongeveer 1000 per uur. 1000 per uur, dus dat gaat echt de goede kant op. Nou, dat was even het mooie inspiratievoorbeeld. En Frankrijk en Australië en iedereen is eigenlijk hartstikke in dat hele framework van de identities. Daar zat IBM ook in. En, hè, die is ook natuurlijk doorgemee gegaan om dat over de hele wereld te verspreiden. Dus dat hebben we heel goed gedaan. Hoe gaat het in Nederland met dat gebeuren? Je zei BZK, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We hadden EZ die iets deed met e-herkenning. En we hadden dan BZK. Hoe is dat nu? Ja, in Nederland hadden we een beetje een oorlog, een departementale oorlog zo'n beetje. EZ, BZK en de Belastingdienst die de grootste gebruiker is, die konden het niet eens worden. Nu hebben ze dat, het vorige kabinet, wel gecentraliseerd bij BZK, bij Binnenlandse Zaken. Ja. Dus die mensen van EZ zijn naar Binnenlandse Zaken gegaan. Maar ja, compleet andere visie. De een is voor marktwerking, de ander is voor een monopoliepositie van de overheid bouwt alles zelf. En daarmee wordt e-erkenning wel in leven gehouden, maar Dentsys wordt langzaam gekild. En dat is, ja, vind ik een onbetrouwbare overheid. Want je hebt een publiek-private samenwerking ben je aangegaan. Bedrijven als KPN en wij hebben heel veel geld geïnvesteerd. En de overheid ontneemt je de mogelijkheid om het te gaan gebruiken. Ja, oké, okay. Dat is dan de gefrustreerde ondernemer die even dus daar praat. Maar jij hebt echt gewoon, jij hebt je rendement al lang gehad, want je hebt het in de UK, heb je geholpen. Je hebt alles gewoon business internationaal. Maar wij in Nederland hebben nog steeds gewoon geen goede werkende identities. We hebben wat pilotjes gehad, maar we hebben nog geen goede digitale identiteit. We hebben gewoon DigiD eigenlijk, die nu nog gewoon voor de overheid het standaard gebeuren is. En hoe ontwikkelt dat zich, dat DigiD? Wat jij ooit eens een keer versie 1.0 gemaakt hebt. Ja, de plannen zijn om er een miljard in te investeren om het op het niveau te krijgen van wat KPN en wat DigiD heeft staan. Dat is natuurlijk gekke werk. Terwijl het in de markt vandaag verkrijgbaar is. En, dus je moet rekening houden met DigiD is een vrij zwak middel. Niet qua security, maar gewoon om zeker te weten wie je bent. Processen. Je logt wel in bij de Belastingdienst, waar inmiddels al je financiële gegevens gewoon al in staan. Ja. Dus die zijn beschikbaar. Je gaat bij het ziekenhuis verder mee inloggen, waar je hele patiëntendossier beschikbaar is. Eigenlijk met een heel zwart middel. En Maar daar willen ze niets aan doen. Ze gaan er 500 miljoen, hadden ze erin gestopt. Jij zegt nu, het gaat een miljard worden. Dat is best veel geld. Maar dat moet allemaal nog gedaan worden. Om dat, zeg maar, van zwak naar substantieel te maken. Ja, daarvoor moet het rijbewijs geüpdate worden. En of je paspoort, de chips. Die zijn 10 jaar geldig. Dus over 10 jaar zijn we klaar. En dan zijn we klaar met nu al verouderde techniek. Dus dat duurt nog even. Oké, okay. Hier zit een gefrustreerd type. Dus eigenlijk wat je zegt, identities is een goed doorgedacht systeem. Maar er is een stammenoorlog en eigenlijk de identities groep heeft verloren. En er is nu een groep bij BZK die het wil, die meer gewoon een DigiD, zeg maar, als standaard wil verheffen. En dat gewoon als digitale overheidsdienst, die dus ook niet gebruikt kan worden voor ons als om bij Coolblue, zeg maar, jezelf te identificeren of bij KPN. Nee, dat kon met identities wel. Dan kon je zowel publiek als privaat. Maar met DigiD kan dat niet. Want daar werk je met het BSN-nummer. Ja, Coolblue mag niks met je BSN. Nee. En die frustratie zit er niet in als ondernemer. Hè. Die zit er meer als Nederlander. Waarom waren wij als Nederland gidsland en iedereen keek naar ons? Ja. En op dit moment lopen we achter. En dat frustreert me. Dat we het in Nederland niet voor elkaar hebben. Oké. Okay. En terwijl andere landen nu met er wel mee pronken. Goed. Oké, okay, maar ik kijk even positief. Het overheidsmiddel wordt met een miljard euro wordt geüpgrade naar substantieel, maar dan heb ik nog niks privaat. Wat gebeurt er aan de andere kant dan voor private, aan de private kant?
Ja, dat mogen we met die dentists wel doen. Maar goed, als we het in het publieke deel niet kunnen, dan heeft dat weinig zin. Want de mensen zitten niet op meerdere wachtwoorden te wachten. Dat willen we juist vereenvoudigen. Dan heb je IDIN heb je nog als mogelijkheid. Maar goed, dan werk je met de banken samen. Dat vertrouwt ook niet iedereen. Ja, dus de banken hebben een hartstikke hoog... Ik heb onderzoeken gezien. Die zitten op nummer 1, de banken, die vertrouwt eigenlijk nummer 1 of 2 zonder al te veel problemen. Dus, maar is IDIN wordt natuurlijk... Je hebt de laatste Rambam-uitzending gezien? Hoe makkelijk je een bankaccount krijgt? De laatste Rambam? Ja, de Rambam-uitzending. Dat heet toch Rambam? Dat van de publieke omroep te zien hoe makkelijk het is om een bankaccount te krijgen. Dat gaat vrij simpel, met valse documenten. Dus, ik geloof best wel dat ik makkelijk een bankaccount kan krijgen. Maar het gaat er even om dat ik wil bewijzen dat ik Vincent Evers ben. Is het makkelijk om een bankrekening te krijgen onder mijn naam? Ja. Of is het gewoon makkelijk? Ja, dat is echt makkelijk. Ik ga even naar... Ja, want het natuurlijk... Maar wou je zeggen dat de banken... Want ik word helemaal gek van die banken. Want ze willen bij elke... Overal waar ik ben, bij alles wat er gebeurt... willen ze een kopie van mijn paspoort hebben. En ze willen dit hebben, ze willen dat hebben. Wou je zeggen dat de verificatie van de banken... Dat die niet substantieel is? Dat het kan misschien best wel iets dat er kan gebeuren. Dat gebeurt altijd. En DigiD is één groot lekker bedoeling. Maar wou je zeggen dat de bankenidentificatie... Dat die zwak is? Dat geldt absoluut niet voor elke bank. Ik wil ze niet over een kam scheren, maar die uitzending van Rambam liet dat duidelijk zien dat het toch best wel makkelijk is met een kopielegitimatiemiddel. En we zien het in Engeland ook, want wij moeten daar zowel het paspoort als een bank controleren. Regelmatig houden we mensen tegen met een vals paspoort, die met datzelfde paspoort wel een bankrekening hebben geopend. Oké, als mensen valse paspoorten hebben, dat ze dan inderdaad... En de banken mogen die niet het BSN-nummer verifiëren bij de overheid? Nee. Die moeten ze wel aanleveren. In Engeland heb je geen BSN-nummer. Napoleon is er nooit geweest. Maar in Nederland mogen de banken er ook niets mee. Oh ja, ze moeten wel het aan jou vragen. En ze moeten wel het doorgeven aan de overheid, maar andersom, ze mogen niet controleren of dat, of dat geschikt is. Dus met een vals paspoort als je een vals paspoort hebt, kun je een bankrekening aanvragen. Ja, dat geloof ik wel, dat je met een vals paspoort een bankrekening kunt aanvragen. Oké, dus IDIN, is voor IDIN, dat kan iedereen gebruiken, want iedereen heeft de bank en iedereen weet hoe iDEAL werkt. Dus dat is het enige publieke middel wat een beetje massaal verkrijgbaar is. En iDentsis is dood omdat je het niet in de publiek, in de private of in de overheidssfeer kan gebruiken. Ja, klopt. En daar hadden we wel alles qua privacy en security op en top geregeld. Ja. Samen met de Radboud Universiteit, homomorphic encryption, allerlei zaken. Dus echt de stand van de techniek die iedereen zou wensen die privacy hoog in een rijtje hebben staan. Maar iDentsis wordt nu door BZK gekild, zeg je? Ja, ze mogen niet officieel de stekker eruit trekken, maar ze nemen de koppeling naar het BSN-koppelregister, waar wij het BSN kunnen controleren, zetten ze uit. Ja, en daarmee trek je op een andere manier de stekker eruit. Aha, oké. Okay. Ja. En dus inderdaad, BSN is toch wel eigenlijk een beetje de basis in Nederland voor een betrouwbare identificatie. Hè? Als je dat niet hebt, dan heb je gewoon een probleem. Ja. Oké. Okay. En daar zit dus BZK mee te werken. Oké, wat is de way out, Marcel? Wat gaat er gebeuren in de toekomst? Welke partij gaat ons hier uit deze woestijn leiden? Ik hoop niet een van de grote Amerikaanse techbedrijven. Er komt natuurlijk een aanbesteding nu, naast DigiD. Mm-hmm. Dus we gaan kijken wat daarmee gaat gebeuren. Ik weet het niet. En als de aanbesteding er komt, in de wet digitale overheid die eraan gaat komen, die al een jaar uitgesteld is, dat gaat ook niet zo hard, staat dat er een aanbesteding kan komen. Niet dat die er komt. En het kan is ook dat zijn voor dat er gewoon publiek, een miljard voor... belasting geldt gewoon in DigiD pompen. Oké, dus die aanbesteding die is voor DigiD 2.0, die miljard. Of is dat ook voor iets wat privaat en publiek gebruikt kan worden?
Nee, dat moet, als het, voor zover ik het nu begrijp, maar de overheid wisselt nog wel eens qua richting, is het een middel daarnaast, wat identisch was, om zowel publiek-privaat te gebruiken. Oké. Okay. Dus daar staat miljard niet voor beschikbaar. Miljard is volgens mij alleen om die GD te versterken. Oké. Okay. Dus dat is en dat is zonde. Als er al drie leveranciers zijn die een hoger niveau op dit moment binnen identisch leveren, dan DigiD. En daar is geen miljard voor nodig. Ja, maar toch even weer voor even de helderheid. DigiD is het overheidssysteem. Ja. Dat mag alleen maar door de overheid gebruikt worden en aanverwante organisatie met BSN. En daar gaan ze nu zeg maar een half tot een miljard investeren om dat substantieel te maken. Daarnaast komt er nog een kan er een aanbesteding komen, kan. Die weer een nieuw middel is, niet Identis, maar iets nieuws. Of kan misschien Identis daar ook weer wel part of maken, die voor publiek en privaat gebruikt kan worden. Ja. En mag die wel BSN gebruiken of mag die geen BSN gebruiken? Als het goed is, mogen zij wel BSN gebruiken. Wel BSN. Dus. Oké. Okay. Ja. Maar waarom Identis is er toch al? En Identis hebben ze toch al verzonnen? En wat. Mag Identis zich dan ook inschrijven voor die aanbesteding? Of gaat dat iets compleet anders worden? Nee, daar mag iedereen zich voor inschrijven. Dus de Identis mag zich er ook voor inschrijven. IDIN, Google, Facebook, Twitter. Iedereen mag. Oké. Okay. En die is een jaar uitbesteed. En die gaat nu volgend jaar, gaat die in 2019 van start, die aanbesteding, of in 2020? Hij was beloofd december 2018. En hij moet nog komen, dus ik weet het niet. Dus dit jaar zal die komen. Goh, ja. Nou, die enthousiaste Marcel Wendt, die ik kende, die echt zegt van wij bouwen iets internationaals en die zijn lekker bezig en dat soort dingen. Nou, dat heb je dus nu, dat enthousiasme heb je nog steeds voor Engeland. Ik ga nu even zo, we gaan stoppen met het Nederlands gedeelte. We gaan nu even praten over identiteit in de Europese vlak. En dat doen we in het Engels, want dat is denk ik gewoon internationaal hartstikke mooi. Dus daar ga ik dan nu eventjes, daar gaan we nu eventjes een nieuw. Als je dat interessant vindt, moet je even gaan meekijken. Een enthousiaste Marcel Wendt over digitale identiteit in Europa en daarbuiten.